Ik zet gelijk de opname aan, want dit verzin je gewoon niet. Blowhard! Blowhard! Er is een level genaamd Blowhard. Ik weet dat er nog is een zweeflief... Er is... Jongens... Blowhard! Als jullie nou echt serieus naar het... we gaan eerst naar de kristalvlucht, maar... Als jullie nou tegen jullie computerscherm aan het blazen zijn, dan ben ik heel erg teleurgesteld, maar... We hebben een level genaamd Blowhard. Why? Oké, let's do this. Ik ben zo slecht in deze vlucht. Welke was dit ook alweer? Vliegtuig... Oh, nee, eerste ringetjes. Ik ben al afgeleid. Oh boy, dat gaat al fout. Plus 1. Ik zeg vliegtuigjes in ieder geval. Oh, weer die poortjes. Fijn dat er een veetje stond. Mij eventjes wijst welke kant dat we op moeten. Ik krijg maar 2 seconden per poortje, terwijl dat ze zo ver uit elkaar zitten. Echt, hè? Hallo. Oh, ik zie ook weer kistjes. Waarschijnlijk moeten we eerst dadelijk de vliegtuigjes doen en daarna de kistjes. Oké, ik ging er fout in. Je moet dus een scherpe bocht maken, vliegtuigen doen. En als je de vliegtuigen hebt gedaan, dan moet je naar de kistjes. Duidelijk. Oké, poging 2. Let's do this. Concentratie. Ringetjes. Wat is dit? Superman 64 of zo? Ja, hey, iemand moest die reference maken. Ga je niet door ringetjes heen en dan ga je wel door poortjes. Ga je niet door poortjes heen en dan moet je de handsteek in een... een of andere... Waarom zit er altijd iets in mijn oog? Waarom zit er altijd iets in mijn ogen als ik ergens geconcentreerd moet spelen? Waarom? Ah, jongens, dat is... Dit is echt vervelend. Dit is echt vervelend. Dit is echt niet leuk. Oké, dus deze die zit laag. Gewoon de vliegtuigjes. Dit is niet grappig, jongens. En zo komen we bij de kistjes. Oké, kistjes, kom maar. Oh jongens, dit is niet leuk. Oké, dan maar met 1 oog. Ik ga het nou niet falen. We gaan dit halen. Want het rijmt. Ah, eindelijk. Oi. Zo, dus dat is in mijn oog. Het was mijn vinger. Zag je het? Deze ging best wel snel. Zo noemen het vliegers. Het leek op vliegtuigjes. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb het ook niet verzonnen. Oh jongens, maar is dat irritant zeg. Als je iets in je oog hebt en dan weet je wel op het moment dat je dus niet heel eventjes er iets aan kan... Oh joh. Nou, kristalvlucht hebben we ook weer gehad. Ik kom even een level uit. Ja, wil je me dan niet gelijk eventjes op een ML slaan? Zou ik op prijs stellen, dankjewel. Ik bedoel, ik heb het ook niet verzonnen, maar ik ben... Ik moet nu naar een level genaamd Blowhard. Niet op het een of het ander. Maar wij gaan naar het level... Blowhard. Waarom is dit niet Nederlands vertaald? Blaashard. De strijd tegen Blowhard. Press B to blow. Said it. Ben je nou tevreden? Serieus, de internet meme die iedereen heeft. Press B to blow. Blow hard. Zou wel de baas van de wereld zijn natuurlijk. Ja, ja. Jij bent een afgekeurde Vivi die dat uit Thunder gebruikt. We weten het ondertussen wel. Blaashard, ja, woord van het jaar. Make it happen. Ik vind het wel grappig dat je daar eigenlijk wel de blauwe gem in kan zien zitten voordat je het... Waarom is stroom niet effectief naar jullie, tegen jullie elkaar of zo, dat jullie elkaar niet af kunnen maken?
Nou, ik hoop in ieder geval dat het effect heeft, JB'tje. Ik word ondertussen gezapt. Een snufje zo. Boink. Moet ik nou nog een keer raken? Oh, hij gaat weer terug. Maar dat is niet eerlijk. Wat zeggen jullie nou blauw? Blauw, 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 blauw. Ja, dat heb je goed gezien. De gems hierop zijn blauw. Show, heel, heel gezegd. Blaas jij ook zo hard de laatste tijd? Met blauw. Altair! Bedankt dat je me hebt bevrijd, Spyro. Je hebt geen idee hoe lang ik vast zat in kristal. En ik eigenlijk ook niet. Wie was jij ook alweer? Ik ben weg. Ik ben weg. In het Engels is het I'm out of here. Super grappig gemaakt. Hier. Ik ben. Cringe. En dan bedoel ik niet de leuke cringe. De Jim Carrey cringe. Nee, dan heb ik het echt over cringe. Van. Dat hadden ze zoveel leuker ook weer kunnen voice acten. Wie ben jij ook alweer? Ik ben weg hier. Weet je wel, gewoon zoiets. Maak er iets leuks van. Oh, die zeggen al de hele tijd blauw. Ik stond blauw. Blauw, blauw, blauw. Ja, maar dan moeten ze het wel hard doen, want anders werkt het niet. Hi. Oh, je staat er best wel hoog. Wat ben je voor een vlucht, Kees? Ik vind niet dat jij zo hard aan het blowen bent, om heel eerlijk te zijn, hoor. Ik zeg juist, je bloot niet zo hard op het moment. Heb je trouwens ook nog iets van een gezellig? Hey, meneer Blowhard. Ik mis Sparks. Waar is mijn maatje Sparks? Sparks is niet bij. Dit spel is gewoon de beste try not to cringe challenge. Definitely. En die bosses die zijn inderdaad echt heel erg makkelijk. Terug naar de Mariërs! Oké, okay, YouTube, ik weet dat dit twee levels waren, maar we hebben die twee levels zo snel gedaan. We doen gewoon nog heel eventjes wereld 4 eventjes er doorheen. Waarom ook niet? Lijkt me wel leuk. Ja, ze zijn echt lame. Ik wil niet weten hoe dat... Oh boy! Sparks, doe iets! Kick their grass! Blow them hard! Wat blauw! Bedankt, Spyro, dat je zoveel drakeieren hebt gevonden. Hou je klep! Zwijg jij, dwaas! Wij gaan naar de beestenmakers. Daaf, geloof me. De eerste baas van Spyro 1 die is teleurstellend. Spyro 2 die is echt heel erg gaaf. Spyro 3 is super gaaf. Maar die van Spyro 1. Maar ja, dat zien jullie dadelijk wel op het einde van deze Let's Play, Let's Stream. 5000 gems! Yay! Al moet ik wel zeggen, de laatste wereld, wereld 5, heeft heel weinig collectibles. Die is echt heel makkelijk met collectibles. Je hebt gewoon volgens mij zoveel verschillende dingen die je moet doen en that's it. Dus. Ik moet mezelf eventjes corrigeren. Er zijn 6 werelden. Mijn excuses. Ik dacht 5. Maar ik was deze wereld vergeten. Ik was de swamp vergeten. Sorry.
Helemaal vergeten dat er ook nog een swampwereld was. Maar ja, hier worden de levels een beetje interessanter. Ik bedoel, serieus, je hebt die gasten die... het leuk vinden om erg... gitaar te spelen met hun... met de stok. Serieus, komen die gasten van Rayman af of zo? Maar er zijn dus 6 werelden, mijn excuses. Het is mijn fout. Ik dacht dat het er 5 waren. Het zijn er maar 6. Want ik herinner me namelijk... de laatste wereld. En er is nog een wereld die je hebt. En die wereld zou dan wel hiernaast komen. Dus moeras heb ik gewoon verdrongen. Dan komt er deze gast hier. Door Bruno. Gnasty Knork verandert ons moeras in een vuilnisbelt onder stroom. Oh, en vroeger was het zo mooi. Dat geloof ik. Oké, weer die draak. Geniaal. Spyro, dat geloof ik. I've been better, I've been worse. Spyro, misschien moet je gewoon je klep houden. En het ergste is, in de volgende game heeft hij ik weet niet hoeveel cutscenes. Cringe. Moet gewoon Spyro 2 gewoon proberen al gelijk try naar de cringe challenge. Eerste cutscene, faal. Ja, en niet te vergeten, Knasty Knork. Krijgen we hier een kettingreactie? Nee, geen kettingreactie, dat is flame. Dat was een kettingreactie, maar ik wou net een kettingreactie. Nou vind ik de kettingreactie niet leuk meer, omdat ik hem bij de eerste al verwachtte. Dat is een hele stomme ketting. Wat is hij aan het doen? Ik ga die kant op. Nee, ik ga ook de andere kant op. Nee, ik ga ook de andere kant op. Nee, hij zit achter me. Nee, hij zit toch aan de andere kant. Nee, hij was toch die kant op. Ik moet naar de supermarkt. Was er nou toch deze kant? Of toch die kant? Waarom remt hij zo spastisch? Schij uit, man. Geef mij dan maar de Nederlandse Zidia. Nee. Zoals ik al zei, er zijn heel veel draken die goed gevoice-act zijn. Spyro is er helaas geen van. Lampenoiltouwbom, je wilt ze? Het is van jou. Zolang je maar genoeg robijnen hebt. Ganon en zijn volgelingen. De driekracht van Pauw. Hallo, hey. Koetje fucking nat, dankjewel. En ik weet dat jij daar gevangen zit, maar... robijnen zijn iets belangrijker. Ik ga nou gewoon deze diamanten ga ik gewoon robijnen noemen. Jullie willen zo graag CDI hebben. Prima, ik noem die kringen, die gems, die diamanten. Ik noem ze nou gewoon robijnen. Speciaal voor jullie. YouTube, dit hebben jullie te danken aan Twitch. Ik wou het tegengaan, maar helaas. Wat heb jij erop te zeggen? Wie ben jij? Cletus. Cletus. Kom maar. Sparo, wat fijn om je te zien, maar ik moet er vandoor. Oké, doei. Stem was weer leuk. Spyro, wat goed om je te zien. Wat? Hij noemt ze nou robijnen. Ik moet er vandoor. Groetjes. Het was gezellig. Doei. Jezus, man. Dit zing je toch niet. Ik speur in het rond naar iemand die moet sterven. CDI-quotes in het Nederlands, mede mogelijk gemaakt door Super Mario Player en een beetje van JB'tje. Dus een JB'tje. Ja, kan er niks aan doen. Zelfs een standbeelden raken die zeggen al van ik moet er vandoor. Nou jongens, was gezellig, doei! Wat leuk dat je keek. Doei! Maar er is... Wat? Weer blow? Ook, ik dacht al... Boomtoppen! En hoe heb jij je level genoemd? Nou, ik noem mijn level boomtoppen! Want het heeft namelijk te maken met boomtoppen! Weet je al waar mijn level over gaat? Nou, laat maar raden. Over een kruiwagen? Nee, natuurlijk niet. Het gaat over boomtoppen!
Oké, in het Engels is het niet veel beter. In het Engels heet het treetops. Geef me die one-up, ik heb hem nodig. Waarom heb ik hem nodig? Nou, niet voor Spyro, maar waarschijnlijk meer voor mezelf. Yeah! Speel die air guitar! Kun je tenminste een ramp voor je rom geven om je op te blazen? Schokkend. En weet je wat het ergste is? Die gimmick die we dus nu hier zien, in dit level, of ja, in deze wereld, want het is een wereld, het is geen level, het is een wereld. Terwijl dat de wereld eigenlijk ook een soort van level is, maar dat maakt niet uit. Word je nou nooit moe van jezelf? Iedere dag. Maar deze mechanic van die stroom komen we nog een keer tegen. I'm not joking. Oké, meneertje Cringe. Kennen we naar de volgende wereld? Is het zo erg dat al die draken nog vastzitten in kristal? Ah, je klinkt alsof dat het je niks boeit. Misschien voel ik me wat beter als je 50 draken hebt gered. Misschien voel ik me wat beter als ik jou flambeer! In de vinger in! Waarom heb jij geen animatie als ik jou in de vinger steek? Sterf! Oké, never mind. Zie ik me even gaan? Insanity kan het niet langer aan. Ik kan het niet langer aan. Ze zeggen dat het beter is. Alleen. Waarom moet die water uit? Grappig. Nee, ik wil die twee gems ook nog hebben. Geef het. Hebben we al een draak hier al bevrijd? Ja. Het enige secret, dat is hier nog. Oké, we missen nou nog 45 gems. Die zitten niet in dat ene kistje. Dat geloof ik niet. Geloof het nou toch maar? Nee, dat geloof ik niet. Geloof maar. Geloof mij maar dat ik dat niet geloof. Ik haat het spel. Ik haat het spel nu op alles. Gewoon, nee, we gaan je toch lekker tegen, zeg ik. I'm done. Oh boy. Nee, oké. Het spijt me. Het spijt me, spel. Het spijt me. Ik serieus, ik maak een grapje. Ik ben oké. Dat ging fout. Dus. Beste YouTubers. De volgende keer gaan wij naar het terrasdorp. Alleen de namen doen al pijn. Maar de volgende keer gaan we dus naar het terrasdorp. Doe jij mij zelf even zappen. Dank je. Trek een broek aan alsjeblieft. Maar de volgende keer gaan we dus naar het terrasdorp. En waarschijnlijk naar dat andere level wat daar is. Mistmoeras. En als we die levels heel snel door zijn gekomen, dan komen we ook nog wel bij de boomtop uit natuurlijk. Maar we hebben 3 dingen gedaan, dus daarbij wil ik het gaan laten bij deze aflevering. Hebben leukste momenten, laat het natuurlijk weten in de reacties. Wil je een keertje met de Twitch komen? We hebben de link in de beschrijving staan natuurlijk. En ook nog eens een keertje wil je met de Discord komen? Er staat ook nog eens een link in de beschrijving. Laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Of Spyro 1 af te zeiken. Mag voor mij allemaal. Bedankt voor het kijken jongens en tot de volgende video.